Het stel woont op de bovenste verdieping van dit appartementencomplex Villa Delta op de Evertsenstraat in Goes. Donderdagmiddag 29 augustus lopen deze vier vrouwen richting de centrale toegangshal van het complex. Terwijl de vrouw in de bloemetjesjurk naar binnen tuurt, lijkt de vrouw met het bruine vest zich te ontfermen over het slot. Degene met de witte pet houdt de omgeving in de gaten en is dan ook even goed in haar gezicht te zien. Uiteindelijk bemoeit de langste van het stel zich er ook nog even tegenaan. En met succes, zo lijkt het, want plotseling gaat de deur open. Het is een wat gekke optocht. Vier dames die er alles aan doen om niet in het gezicht gefilmd te worden. Ook bij het openen van de volgende deur zorgen ze ervoor geen vingerafdrukken achter te laten. Met de lift gaat het viertal richting het appartement van de slachtoffers, waar ze zonder braakschade achter te laten binnenkomen. Om niet veel later, als de buit binnen is, met gezwinde spoed weer ervandoor te gaan.